Het Stiltefestival, een eerbetoon voor de directrice van de VVV en het EK Vrouwenvoetbal. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Met het weekend voor de deur laten wij u vanavond graag de Breda's gebeurtenissen van de afgelopen week zien. Van 13 tot 18 juni vindt het Internationaal Stiltefestival plaats in Breda. Het festival is gericht op met name jonge kinderen en biedt een programma vol beeldende voorstellingen zoals dans, meme en schimmenspel. Woensdag is het Internationaal Stiltefestival geopend met een voorstelling bij de stilte. Het festival is met name gericht op kinderen en biedt een programma vol met beeldende voorstellingen zonder gesproken woord en diverse workshops. Waar ging de voorstelling nou over? Ik had het niet helemaal gezien, maar het ging over een paar schapen. En daar ging het een beetje over. Er was een kudde schapen en die kwamen uit Canada, had iemand uitgelegd. En toen gingen die de hele tijd weglopen en zo. En een man kwam ze achterna zitten. In eerste instantie dacht ik dat ze me gingen aanvallen, dus toen ging ik al een beetje schuilen. Was je een beetje bang voor de schapen? Ja. Wat vond je het leukste van de voorstelling? Dat de schapen een beetje raar deden. Hoezo deden ze raar dan? Wat was het raarste wat de schaapjes deden? Heel hard mekkeren en rondrennen. Het festival is nog tot zondag 18 juni te bezoeken op 7 verschillende locaties in Breda. Na zich ruim 30 jaar ingezet te hebben voor VVV Breda, zal directrice Marlies Dreesen eind deze maand met pensioen gaan. Haar inzet voor Breda werd beloond met een eigen bankje in de Willem-Merkstuin door wethouder Boas Adank. Na meer dan 30 jaar zich ingezet te hebben voor de VVV, zal Marlies Dreesen op 30 juni met pensioen gaan. Als dank hiervoor heeft ze een blijvende herinnering gekregen op haar favoriete plek in Breda, de Willem-Merkstuin. Breda was niet geweest wat Breda nu is zonder jouw tomeloze inzet en hoe ver jij Breda hebt gebracht. Dus ik wil jou dit plaatje officieel overhandigen om hier zo meteen samen met mij op het bankje vast te schroeven. Geweldig! Alsjeblieft. Fantastisch! Ik heb de tekst nog niet gezien, maar die ga ik nu lezen. Je hebt nu ongeveer 30 jaar voor de VVV gewerkt. Wat is nou het hoogtepunt in je carrière? Het hoogtepunt in mijn carrière? Voor mij was het vreselijk belangrijk toen ik hoorde dat ik gekozen was als directeur voor de VVV Breda. Dat was voor mij een heel bijzonder moment, want dat heb ik eigenlijk mijn hele leven willen doen. Kwam dat nou vanaf kleins af aan of hoe kan dat? Dat komt omdat ik de eerste jaren zo intensief met de stad bezig ben geweest. En toen dacht ik, als ik nou ooit eens directeur hier kan worden, dan kan ik nog veel meer voor deze stad betekenen. Dus over 10 jaar, hoe ziet Breda er dan uit? Ja, dat blijft de heerlijke, fijne stad. En iedereen van, ja, we moeten dit en we moeten dat. Wij zijn gewoon professioneel bezig met onze stad. En we hebben gewoon een heerlijke stad. Als mensen eenmaal de weg hebben gevonden naar onze stad, komen ze altijd terug. Na een renovatie is tennisvereniging Bavel deze week opnieuw geopend door wethouder Paul de Beer. De tennisvereniging heeft nu nieuwe banen en een nieuwe accommodatie. U ziet in deze reportage de opening van het vernieuwde tennispark in Bavel door wethouder Paul de Beer. Goed, beste mensen, beste leden, beste belangstellenden. Hartelijk welkom hier op deze mooie dag waarop wij officieel ons vernieuwde tennispark gaan openen. Dan wil ik graag het woord geven aan Paul. Ontzettend leuk om hier te zijn.
Toen ik in 2015, september 2015 begon als wethouder sport, ben ik overal op bezoek geweest met alle besturen gesproken, maar alle sportparken ook nog eens een kijkje nemen. En dat heb ik ook hier gedaan. En daarom vind ik het nu ontzettend leuk om hier te zijn, omdat je dan dat grote verschil ziet. Het is echt een ontzettend frisse uitstraling nu. Die beplanting die vernieuwd is, dat maakt alles een stukje opener. Er moesten ook wel wat groen wijken her en der, maar toch blijft het een heel groen, een prachtig sportpark. En het allerbelangrijkste natuurlijk, er zijn nu 6 banen waar je gewoon het hele jaar rond op kan gaan spelen. En dat is voor jullie vereniging, geeft dat echt die boost dat je het hele jaar door kan gaan tennissen. Heel veel plezier vandaag met de tennisclinic en de barbecue. En ik geloof dat we nu ergens een bal doorheen gaan komen om de boel te openen. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Ja, ik ben erg gelukkig en erg trots op het resultaat wat we hier met elkaar hebben kunnen realiseren. Met de inzet van een grote groep betrokken vrijwilligers die het mede mogelijk hebben gemaakt. We hebben hier een omvormingstraject gehad wat de gemeente heeft gedaan. Die hebben hier een aantal gravelbanen omgevormd naar all-weatherbanen. Daarnaast hebben we in eigen beheer nog een aantal trajecten kunnen realiseren. We hebben begin van het jaar geïnvesteerd in het interieur van het paviljoen. Hier buiten is ook het een en ander veranderd. We hebben het hele terras mooi vernieuwd. We hebben een overkapping gezet. Het hele park mooi opnieuw aangeplant. Het schilderwerk van het paviljoen. Binnen nog geïnvesteerd in internet en audio gebeuren. Het eindresultaat mag er zeker weten. Ik ben overtuigd dat dit een hele impuls voor de vereniging is. Met goede uitwerking op dingen als ledenbehoud en ledenwerving. Bij schermvereniging Pallas vonden deze week de Nederlandse jeugdkampioenschappen plaats. De deelnemers van de kampioenschappen waren tussen de 10 en 21 jaar en schermden in 3 verschillende klasses. Beschaafd wapengekletter bij het jeugdschermtoernooi die schermvereniging Pallas organiseerde in de gemeentelijke sporthal aan de Topaastraat. Ik ben inderdaad een van de trainers hier van deze vereniging, Pallas Breda. En wij organiseren nu voor de 2e keer het Nederlands jeugdkampioenschap Nederland. Dat is nog net wat ik wil vragen. De hoeveelste keer is het? Dus u zei al de 2e keer. Dit toernooi, is dit een hoogstaand toernooi internationaal? Nou, internationaal niet. Nationaal natuurlijk wel. Het is het Nederlands kampioenschap. Dus het is het hoogste punt van het seizoen, zeg maar. En de mensen willen zich hier klassificeren, willen hier punten scoren en willen medailles halen, bekers halen. Ja. En ik zie het is jeugd. Tot hoeveel jaar gaat dit? Dit gaat tot 21 jaar. Tot 21 en de jongste zijn? De jongste zijn, ik schat een jaar of 10, 11 zo. Ja. Hoeveel wedstrijden worden hier nou op een dag gespeeld? Dat is een beetje moeilijk uit te tellen, maar je moet weten dat er 3 wapens zijn. Floret, degen, sabel. En daar zijn voorrondes. En het ligt er natuurlijk aan hoeveel deelnemers zich ingeschreven hebben. Maar meestal zijn het een groep of 6 die dus met elkaar schermen in de voorronde. Daaruit worden dus de winnaars getrokken en dan schermen die weer verder. Dus ja... Het zijn wel een flink aantal partijen die hier geschermd worden. Ja. Ja.
Afgelopen vrijdag speelde het Nederlands vrouwenelftal in het Radverlegstadion in Breda. Helaas lukte het de dames niet om te winnen van Japan en speelden ze 0-1. Lieke, hoe was het om in Breda te spelen? Ja, het was een fijn gevoel. Fijne grasmat en leuk dat er zoveel mensen naartoe zijn gekomen. Ondanks dat jullie verloren hebben van Japan, zijn jullie wel klaar voor het EK straks? Ja, kijk, weet je, dit is gewoon een goede tegenstander om tegen te oefenen. Japan is gewoon wereldtop. We zijn gewoon heel erg aan elkaar gewaagd. Vorige keer hebben we gewonnen en nu hebben we net verloren. Ja, in het had ook misschien een gelijkspel kunnen zijn als ik dat kansje had gemaakt. Maar echt grote kansen hebben zij niet gehad. Maar ze hebben wel veel meer balbezit gehad. En hoe ver kunnen jullie op het EK gaan komen straks? Nou, we gaan gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. En we hebben gewoon een zware pool. Maar we hebben heel veel geloof in het team. En we hebben nog wel wat dingen waar we aan moeten werken. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen in het team. Maar kan ik met jou afspreken dat wij elkaar weer zien bij de halve finale hier in Breda? Ja, dat is wel een droom. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja, heel veel succes. Ja, dankjewel. Natuurlijk kijken we in dit weekoverzicht ook naar wat ons opviel op social media en in de krant. Een kort overzicht. Krijgt Breda een tweedaags festival dat lijkt op Lowlands en Zwarte Cross? Een tweedaags festival dat een combinatie is van Lowlands en Zwarte Cross, maar dan in de regio Breda. Dat is een tweetal creatieve bedrijven uit Breda aan het organiseren. De generale repetitie is deze zomer op een weiland bij Café Stuivenzand in Zundert. Vrouw aangehouden na brandstichting en huiselijk geweld. Een 17-jarige vrouw is zondag aangehouden op verdenking van mishandeling en brandstichting. De vrouw zou op bezoek zijn bij een 41-jarige vriend toen een ruzie uitbrak tussen de twee. De vrouw zou hierop een mes hebben getrokken en de 41-jarige man meerdere keren hebben gestoken. Vervolgens heeft ze brand gesticht in zijn appartement. Drie aanhoudingen na opzettelijke aanrijding en beroving op scooter. Eén verdachte nog voortvluchtig. Drie mannen zijn aangehouden nadat twee mannen op een scooter woensdagavond opzettelijk een 21-jarige vrouw hadden aangereden op de Dr. Struikenstraat en haar daarna hadden beroofd van haar telefoon. Ook in dit weekoverzicht hebben we weer een foto van de week. Deze foto is gemaakt door Melanie Rijkers en hebben we ontvangen van In Breda. Dit was het weekoverzicht van Breda Nu. Mocht je nog meer van ons willen zien, dan kun je natuurlijk kijken op onze website of op onze social media kanalen. Voor nu wens ik u een fijn weekend en graag tot volgende week.